Wie was er nou eerder? De kip of het ei? Ja, daar zullen we het waarschijnlijk nooit eens over worden. Maar waar we het wel steeds meer eens over zijn, dat is dat die kippen de ruimte moeten krijgen. En het liefst zien we ze lekker scharrelen. Het Eerselse bedrijf Vencomatic, die bouwde een bedrijf op deze filosofie. Ze maken namelijk diervriendelijke systemen waarin kippen eieren kunnen leggen. En op elk continent hebben ze klanten. Ze zijn heel nieuwsgierig en daarom zitten ze nu op elkaar. Maar ze hebben hier juist de vrije ruimte, want dit is namelijk een ronddeelstal. En die ronddeelstal is ontwikkeld door Vencomatic. We lopen nu de gang in en dan staan we eigenlijk tussen de kippen. Dan staan we tussen de kippen in het buitenverblijf. En als je daarin kijkt, kun je ook het nachtverblijf zien, hè, waar de kippen de eitjes leggen. Hoeveel kippen zitten hier nou op één stuk? Totaal zitten 30.000 kippen in het ronddeel, maar het is verdeeld over eigenlijk 5 taartpunten van elk 6.000 kippen. Ja. Ze hebben een 7 vierkante meter per kip. Ze kunnen het nachtverblijf in, ze kunnen het dagverblijf in. We kunnen buiten scharrelen. Ja, er zit een bosrand omheen. Nou, de ronddeelstal is een van de laatste systemen. Maar met dit systeem zijn jullie denk ik begonnen, hè? Ja, het doel is dat de kippen het nest ingaan. Dat noemen we nest. En dat ze daar het ei inleggen. Het eitje rolt dan naar een middenband toe. En die wordt automatisch, wordt het eitje dan uit de stal getrokken. Wij doen ongeveer tussen de 5% en 10% in Nederland. En 95% tot 90% gaat naar het buitenland. Waarvan de helft zo'n beetje in Europa. En voor de rest zitten we overal. We zitten in Azië, Australië, Amerika, Canada. We hebben een bedrijf in Brazilië, waar 50 mensen werken. En we hebben een hele goede positie, met name met dit product. Omdat men in Brazilië eigenlijk pas een jaar of 5 geleden begonnen is om te mechaniseren. De eieren komen hier vanuit de stal dus binnen? Ja, eieren komen binnen, worden aangevoerd aan een machine die de eieren selecteert op grootte. Omdat klanten wel eens bepaalde grootte willen hebben. En er is er eentje in Ewijk en er is er eentje in Barneveld. We zijn bezig met nummer 4 en 5. Ja. Maar het gaat zeer moeizaam. Hoe komt dat dan? Dat zit hem toch in de medewerking die boeren krijgen om zoiets te doen. Het is een wat hogere investering. Men heeft dus financiële middelen nodig. Dat gaat moeizaam. Vergunningen aanvragen. Gaat zeer moeizaam, duurt toch 1 tot 2 jaar. Ondanks dat we er veel over praten, we willen duurzame systemen, we willen dierenvriendelijke systemen. Zie ik niet dat de overheid, maar ook de financiële wereld hier erg veel in ondersteunt.